en Gunter Grammet die zijn competitiedebuut maakt. Het eerste gevaar voor de thuisploeg, naastgeschoten door Kurt Mertens iets meer dan 10 minuten ver. Lokeren krijgt stilaan meer veldoverwicht, maar zet dat niet om in uitgespeelde kansen. Wel een vrije trap van Chris Janssens van ver naast. Rond het half uur een 1-2 Teppers Angle Beiren. Strakke voorzet van Teppers, teruggelegd door Kurt Mertens en Philip Viers op de juiste plaats. Het staat enigszins gevleid op dat moment 1-0, de 11e seizoenstreffer al van Philip Viers. Het zijn voor Sint-Truiden om in de aanval te trekken. Debutant Grammet kort na het eerste doelpunt op de linkerflank met de voorzet. Mertens met de deviatie, Don pareert, maar Viers is alweer goed gevolgd. Lokeren mist nog steeds Van Hazenbroek, geblesseerd, en dat merkte men aan de organisatie achterin. Het wordt nu makkelijk spelen voor Sint-Truiden, zeker als Lokeren een handje toesteekt. Vlak voor de rust haalt Viers van ver uit. Danny Dont verkijkt zich volledig op dat schot. 3-0, nog voor de pauze, een zuivere hattrick en al de 13e van het seizoen voor Philip Viers. Lokeren, dat al sinds 21 november 0-0 op Oostende geen punt meer haalde buitenshuis, moet in de tweede helft naar voren. En dat zet de deur open voor Sint-Truiden. Viers bijna met zijn vierde, Teppers helemaal met de 4-0. Patje Teppers, deze keer was hij de opportunist. De wedstrijd is natuurlijk gespeeld, maar Lokeren probeert toch nog de eer te redden. Een ingestudeerde vrije schop gaat rakelings voorlangs. Koller kon er net niet bij. Halverwege de tweede helft krijgen de bezoekers dan toch de kans om nog te scoren. Koller wordt tegen de grond gewerkt. Het is niet echt een zware fout, maar wel strafschop gefloten door scheidsrechter Allaerts. Maar zelfs de topschutter uit de competitie krijgt hem er niet in. Koller schiet naast het doel van Dusan Belic. Kort na die strafschop breekt Sint-Truiden nog eens uit. Deze keer Viers als aangever. Doelpuntenmaker met dienst is nu zijn compaan in de spits, Kurt Mertens. 5-0 halverwege de tweede helft. Na de 4-0 op Brugge en de 5-1 op Moeskroen wenkt nu voor Lokeren een nog zwaardere nederlaag. En 5 minuten voor het einde komt hij er dan ook. Nadin Rudonja, de vervanger van Viers, mag de bal dankzij een Lokerse voet in een leeg doel trappen. Niet dat Lokeren zo zwak was, maar na de 3-0 bij de rust kon Sint-Truiden natuurlijk naar hartelust counteren. En even later heeft Lokeren alweer pech bij de afwerking. Een verschot van invaller Pascal Diaz gaat via de paal weer in het spel. In de allerlaatste minuut drukt aanvoerder Eddy Dirks dan nog eens op en hij legt de 7-0 eindcijfers vast. Bij zo'n indrukwekkende overwinning kan er zelfs bij Paul Peters een glimlach af, want zijn Sint-Truiden ligt Europees nog steeds op vinkenslag. Een knappe overwinning.